De Nationale Kunstbeurs is gisteravond onder grote publieke belangstelling gestart. Het is de 44ste editie van de Kunstbeurs, georganiseerd door de Stichting Nationale Kunstbeurs. In het cultureel centrum Ons Erf staan meer dan 65 kunstenaars met hun werken. Tientallen belangstellenden voor beeldende kunst woonden gisteravond de opening bij. Bekende en onbekende, startende en gevestigde kunstenaars tonen oud en nieuw werk. Ik voel me heel gepassioneerd wanneer ik schilder. Heel veel mensen zeggen ook, je bent een heel andere Miguel, je body language, ik heb daar een foto. Weet je, mijn body language is helemaal anders. Je moet je voorstellen, na het werk, na school, je komt thuis aan 9:30 s'avonds, je bent moe. Het moment dat ik begin te schilderen, kom ik helemaal tot rust. Ja, helemaal. Ik werk qua techniek, acrylopdoek, over het algemeen. Af en toe ook wat mixed media, dus met andere hulpmiddelen erbij, zoals krant, papier, noem maar op. Mijn stijl, dat is figuratief, je ziet het. En kenmerkend voor Edke is altijd figuren met hoeden, waardoor je niet of nauwelijks het gezicht kan waarnemen. En dat is al sinds 2005 zo. Ik zie die prassi-ossos, het zijn eigenlijk de zogenaamde prassi-ossos. Dat is typisch iets van Suriname. Van jongs af heb ik dat gezien in de stad. En anno 2009 is dit zaakje bezig te verdwijnen. En ik probeer dat eigenlijk via mijn werken eigenlijk te laten zien. Dus dat eigenlijk oude huizen, oud hout, ook prachtig is, prachtig kan zijn. Ik zou me wel best kunnen schilderen, dat doe ik ook. Maar ik heb in dit geval per se foto's ermee gemaakt eigenlijk. Omdat met foto's kan je heel interessante dingen doen nu. Vooral op de PC, op de computer, je kan ze bewerken. En wat je eigenlijk makkelijker kan doen, waarom moet je daarvoor weer de penseel gaan gebruiken? Dus dat is ook de fotografie. Hè? Dus je kan het heel makkelijk daarmee iets kunstzinnig maken. En daarmee je boodschap naar de massa toe beter verduidelijken. Dus in dit geval gebruik ik eigenlijk kunst als een soort medium eigenlijk, om een bepaalde roep te doen naar de gemeenschap eigenlijk. Kijk via een andere bril, kijk met een andere oogpunt naar iets. Ja? Probeer iets leuks, iets moois erin te zien. Ik ben voornamelijk bezig met oliepastel, met bepaalde soort stiften en ook met verf, acryl, olieverf. Ik doe dit meer als hobby eerst en ik zal wel zien wat ik later ermee wil doen. Ik heb verschillende stijlen, meer tekeningen met stiften gemaakt. En waar haal jij je inspiratie vandaan? Van alles wat ik om me heen zie, dieren ook en boeken, van alles eigenlijk. Ik hoop veel goede reacties te horen en ik vind het gewoon leuk om hier te zijn en mensen mijn werk te laten zien. Soms als ik naar tv kijk of naar de natuur, dan zie ik een paar dingen en dan zet ik ze bij elkaar. Dan wordt het een mooi ding. Het is wel goed dat ze het zien, want dan kunnen ze zien wat ik kan doen. Want het maakt niet uit als je klein of groot bent, je kan gewoon tekenen. De Nationale Kunstbeurs is een spannende combinatie van hedendaagse kunst. Met het aanbod van diversiteit aan kunst zal menigeen geïnspireerd worden tot onverwachte aankoop. Liefhebbers kunnen tot en met zaterdag 7 november de Nationale Kunstbeurs bezoeken.